Een dichter. Piet Pluimers wou het liefste verzen schrijven over wat late rozen in de zon. Hij was een dichter en hij wou het blijven. Hij schreef sonetten toen hij pas begon. Het rijmde ook. Maar andere dichters zeiden: je mag niet rijmen, joh. Het is geen gezicht. Je moet zorgvuldig alle rijm vermijden. Want een gedicht dat rijmt, is geen gedicht. En dan dat metrum, dat is uit de mode. Het mag niet meer van ral de ral de ral. Punten en komma's, jongen, zijn verboden. En denk erom, geen hoofdletters vooral. En nooit een hele zin, alleen maar brokken. En rozen mogen wel een keer, maar dan slechts in verband met baarmoeders en sokken en zo dat niemand het begrijpen kan. Het is maar een weet, we zeggen je het maar even. Piet had het spoedig door en hij zei: oh, hij heeft diezelfde dag een vers geschreven. Zijn eerste echte vers. En dat ging zo. Ik drijf spelden van wanhoop in de huid van je grutten wezenloos. Woezie woezie 17 en klaan uit je klukhaar versuikeren, bleke bliezen in schedels met spuigaten, vol blauw gehakt. En toen zei iedereen: dat is reusachtig. En Paul Rodenko schreef een heel lang stuk in maatstaf om te laten zien hoe prachtig het was. Vooral dat woezie en dat kluk. Alleen Piet Pluimers zelf was niet tevreden. Hij wou zo graag eens rijmen, want helaas, hij heeft nu eenmaal het rijm onder zijn leden. Maar nee, hij mag alleen met Sinterklaas. En hij wou graag één keer een komma zetten. Ach Piet, over 10 jaar slaat het om. Dan rijmt men weer. Dan maakt men weer sonetten. Dan gaat het weer van pom de rom de rom.